delicious from Bahari. Wie kan gefeliciteerd? Ja, dankjewel. Je hebt hard op zijn deur geklopt. Ja. Je hebt hem verslagen. Hoe voelt het? Ja, ik klop niet op de deur, ik trap de deur in. En? Ben je tevreden? Jawel. In het begin was het een beetje aftasten, een beetje aanvoelen van... Ja, die jab was snel. Was iets sneller dan ik had verwacht. Ik heb veel jabs meegewerkt. Dus met Tyson Fury en nog meer boxers, weet je wel, Engelse boxers. Super snel. En dat was deze ook. Was ook gewoon weer super snel. Dus dan is het even aanvoelen waar de lengte ligt, waar het gevoel ligt. Dus ja, dan word je een paar keer geraakt. Nou ja, dat is dan wat het is. Maar geen enkel moment in de problemen geweest. En weet je, ik stond daar gewoon om te vechten. Dus alles wat hij deed, hij liep gewoon tegen de muur aan. Had je hem ook gewonnen als hij niet had opgegeven, denk je? Ja, zeker weten. Je zag dat ik steeds meer in het gevecht kwam en dat hij een beetje de grip verloor. En nu de rematch. Ben je veel wijzer geworden van hem? Jullie stonden tegenover elkaar. Hoe sterk was hij? Hij was sterk, maar ja, niet sterker als een van de andere zwaargewichten waar ik tegen gevochten heb. Ik heb bijvoorbeeld tegen deze jongen hierachter heb ik ook 2 keer gevochten. Is berensterk. En tegen andere zwaargewichten uit Glory heb ik ook gevochten. Dus allemaal... Ja, allemaal sterk, allemaal harde klappen, dus ja, het was niet anders dan anders. Dus het viel je mee? Ja, in ieder geval, het was niet anders dan ik gewend was. Wat vond je?